Ja. Tristan Olij, man, wat een wedstrijd, wat een marathon. Het is, ja, had je dit zien aankomen? Dit is het zwaarste marathon uit mijn leven. Ik had niet zo goed gezwommen. Op inzwemmen zat ik al helemaal onder de... Ja, je hebt ook qua betersporen. Ik denk veel, ook mijn gezicht, maar die was eigenlijk nog wat ergst. Ik weet niet of daar ook op zit. Maar super fietsbenen, met Lionel best wel wat teruggepakt. En eigenlijk tot en met het einde super fietsbenen. En toen begonnen met lopen en eigenlijk vanaf kilometer 1 was het al best wel zwaar. Eigenlijk op AliDrive vond ik het zwaarst met de warmte. En maar het ging heel zwaar. Eigenlijk bij kilometer 17 heb ik mijn horloge maar uitgezet, want het ging al langzamer, al langzamer. En, dat is misschien een goede beslissing. Kilometer 28, 30, toen ging het kaars aardig uit. Toen begon mijn oog te bewegen. Ik kon mijn armen niet goed meer bewegen. En ik kon mijn handen niet meer knijpen. Dus toen moest ik echt aid stations wandelen, goed koelen. Weer naar de volgende aid station. En zo ben ik maar naar de finish gegaan. Ik dacht eigenlijk bij kilometer 30 van ik ga die finish niet eens halen. Maar gelukkig, ik denk dat iedereen het zwaar had met lopen. Dus ja, ik ben vooral super trots op mezelf dat ik überhaupt gefinished ben. Ja, maar en hoe? Ja. Je zit dik in de buurt van de top 20. Je zit net boven de 8 uur. Ik bedoel, ja. Er zijn heel veel pro's die hiervoor willen tekenen, Tristan. Ja, zeker. Ik had van tevoren gezegd top 20. Nou, ik ben echt super tevreden met deze plaats. Vooral heel erg trots op mezelf dat ik ben blijven duwen. Ja, ik hou er meer achter me dan voor me. Ja. Ik ben vooral gewoon super blij. Ja, dat snap ik. Je eerste keer Hawaii en dan dit. Dat is knap. Dat ik samen met Menno. Ja, dat doe ik. Je moet er vooral van genieten. Ik snap de emoties en jullie hebben dit ook geweldig samen gedaan. Maar ik ga er ook vooral van genieten, want dit was echt een unieke prestatie. Dankjewel, jongen.